Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Het door ADO Den Haag aangespannen kort geding tegen club-eigenaar Wang Hui. Woensdag diende bij de Haagse rechtbank het door ADO Den Haag aangespannen kort geding tegen club-eigenaar Wang Hui. ADO eiste woensdagochtend dat de eigenaar op korte termijn ruim 2,3 miljoen euro overmaakt. Een bedrag dat de club nog te goed heeft omdat Wang Hui op 28 augustus 2015 een bedrag van 3.728.000 had toegezegd om extra investeringen te kunnen doen. Hierbij ging het om investeringen in het stadion, de accommodatie van de jeugdopleiding en meerjarige verplichtingen aan nieuwe spelers. United Venzen kwam met ADO Den Haag een schema van betalen overeen. Het Chinese bedrijf haalde geen van de gestelde deadlines en stortte op 1 april 2016 een bedrag van bijna 2 miljoen euro, inclusief rente. Tot ieders verbazing was United Venzen niet vertegenwoordigd op de zitting van dit kort geding, dat daardoor wel een heel kort geding werd. De advocaat van ADO Den Haag, meester Paul Olden, kreeg de gelegenheid om aan te geven dat United Venzen wel degelijk op de hoogte was gesteld van deze zitting. Wat ADO gedaan heeft om partij Wang op de, of UVS op de hoogte te stellen is betekening via het pakket, verzending per aangetekende post, verzending per koerier, verzending per e-mail. En bovendien heeft, dat heeft u ook gezien, er is net een beschikking gewezen van de ondernemingskamer. Daar heeft UVS zich ook laten vertegenwoordigen door een Nederlandse advocaat, Lois Loef. Ook de advocaat van Lois Loef heeft ons dezelfde dagvaarding gekregen. U heeft misschien ook gezien in de beschikking dat, dat UVS in die enquêteprocedure ook zelf bezwaren heeft aangevoerd. En die bezwaren golden met name het feit dat dit kort geding plaatsvond. En daarin staat ook de datum van die dagvaarding. En mevrouw Sinneke Damstede, advocaat van UVS, heeft ook de dagvaarding als productie overgelegd in die enquêteprocedure. En ik denk dus dat er geen enkele twijfel bestaat over het feit dat partij UVS weet dat deze zitting plaatsvindt. En dat ADO er alles aan gedaan heeft om dat ook op een goede en tijdige manier daar onder de aandacht te brengen. Aan de dagvaarding had advocaat Olden niet veel toe te voegen. Alleen dat ADO Den Haag inmiddels in categorie 1 was geplaatst door de KNVB en een boete heeft gehad wegens het niet overleggen van een jaarrekening en een sluitende begroting. De club heeft vanaf 12 december 6 weken de tijd om alsnog aan die voorwaarden te voldoen. Anders zou de licentie wel eens in gevaar kunnen komen. De rechter doet op 5 januari om 14:30 uitspraak in deze zaak. Na afloop was advocaat Paul Olden nog even bereid wat vragen te beantwoorden aan de verzamelde pers. Wat gaat de rechter nu doen? Nu kijken of UVS goed is opgeroepen. En als dat het geval is, en ik denk dat dat zo is, dan zal er een vonnis worden gewezen. Dat heet dan een verstekvonnis. En dan krijgt de eiser gewoon gelijk. Kunt u verklaren waarom de tegenpartij niet aanwezig was bij deze zitting? Nee, dat kan ik niet verklaren. Heeft u daar een idee wellicht over? Nee, dan moet u echt aan UVS vragen. Wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor de uitspraak? Neemt de rechter dat mee? Nee, ik denk dat de rechter dat niet meeneemt. Maar de rechter zal wel zeggen van nou, wat er allemaal in die dagvaarding stond, daar is geen weerwoord op gekomen, is niet tegengesproken. Dus dat is dan wel wat die rechter ook moet beslissen. Bent u dan iets wijzer geworden? Dan hebben we een gunstig vonnis als het goed is. Maar dat zullen we zien. 5 januari is er uitspraak. En tot die tijd is het dus billen knijpen voor ADO. Kunt u niets meer doen? Ik in ieder geval niet, maar er gebeurt van alles om ervoor te zorgen dat ADO gewoon door kan gaan. Is er nog contact tussen beide partijen buiten de rechtszaak om? Ik heb dat contact in ieder geval niet. Heeft u ooit meegemaakt dat de tegenpartij niet komt opdagen? In een kort geding is dat heel zeldzaam. Ik heb het 1 keer meegemaakt. Ja. Kan het restitutierisico in deze zaak voor ADO Den Haag nog van belang zijn? Nou ja, daar is nu helemaal niet over gedebatteerd, dus dat risico dat zie ik nu helemaal niet. ADO Den Haag moest ook een harde vordering hebben, omdat Wang al een aantal miljoenen heeft geïnvesteerd. Ziet u daar nog een risico in? Er is een keiharde vordering. Hij is ook goed gedocumenteerd. Dat heb je kunnen lezen in die beschikking van de ondernemingskamer. Staat gewoon zwart op wit en dat is een harde vordering. Hoe schat u ten slotte in dat er namens United Venzen niemand kwam opdagen? Ik heb daar geen verklaring voor. Dat moet echt aan UVS vragen.
ADO Den Haag directeur Matthijs Manders wilde, zolang de zaak onder de rechter is, geen commentaar geven voor de camera. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.